Dames en heren, wij bevinden ons aan het gemeentehuis van Moerzeke, waar wij een afspraak hebben met de burgemeester. Zoals u weet wordt Moerzeke de laatste weken geteisterd door een plaaggeest en alles verwijst naar de naam Kludde. Wij wilden wel eens weten of het gemeentebestuur hiervan op de hoogte is en wat er aan gedaan wordt om de plagerijen te doen ophouden. Dag, burgemeester. Goeiedag. Goeiedag. Gaat u maar zitten. Dank u. Burgemeester, bedankt dat ik u een paar vragen mag komen stellen. De laatste tijd gebeuren er rare dingen in Moerzeke. Bent u daarvan op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in verband met Kludde? En vooral, is de veiligheid van de inwoners in het gedrang? Ja, inderdaad. Wij worden daar dagelijks over aangesproken. Het leeft bij de mensen. De mensen zijn daarmee begaan. Sommige mensen hebben ook een beetje schrik. Maar eerlijk gezegd, ik had in eerste instantie gedacht dat het een grap was van een of andere carnavalgroep. Die zou uitgevoerd worden. Ja. Maar ondertussen is carnaval achter de rug en het blijft voortduren. Dus daar is toch wel enige ongerustheid. Gelukkig heb ik deze week een telefoontje gekregen van professor Van Overschelde. Dat is een zeer gekende antropoloog en geschiedkundige die zich met deze materie heeft beziggehouden op vraag van een antropoloog, een jonge antropoloog uit Moerzeke. Hij heeft dat bestudeerd en hij heeft toch tot een zeer verrassende conclusie gekomen. Hij heeft de flyers bestudeerd, de Facebook-opnames die er gebeurd zijn, de affiches die hier hangen, de spandoeken die hier hangen, heeft dat allemaal bestudeerd en hij is tot de slotsom gekomen dat het op 2 april zal gebeuren. Dus zo heeft hij mij gezegd, 2 april, dan is hij van plan om persoonlijk naar Moerzeke te komen, samen met zijn assistenten. En hij zal als het ware een jacht maken, een zoektocht maken naar die bepaalde figuur. Hij heeft aanwijzingen dat 2 april toch wel de dag is om naar uit te kijken. Hij doet een oproep aan iedereen, aan gans de bevolking van Moerzeke, om daar actief aan mee te werken. En hij vraagt aan de mensen om aanwezig te zijn op het Koningsplein, zo rond 20 uur, liefst met een zaklamp, want je weet nooit hoe lang dat die zoektocht gaat duren, om daar aanwezig te zijn en om eindelijk het mysterie van die Kludde eindelijk eens op te lossen. Dank u, burgemeester. Wij hebben uw oproep en die van professor Van Overschelde goed begrepen. En beste kijkers, dit is inderdaad een plechtige oproep, niet alleen van de burgemeester, maar ook van de redactie van MTM Nieuws, om massaal aanwezig te zijn bij die zoekactie. Zaterdag 2 april op het Koningsplein, liefst met een zaklamp. Ik denk dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen hieraan kunnen deelnemen. Ook onze redactie zal aanwezig zijn bij de zoektocht zelf en zal ook voor wat animatie op het Koningsplein en tijdens de zoektocht zorgen. Wij hopen dat u er ook bij bent. Dit was Jan Langhals voor MTM Nieuws.